Hallo en goedemorgen. Deze dag maken we een What I Eat in a Day video. Dus we gaan weer de hele dag laten zien wat ik ga eten deze dag. Zal ik je nu weg? Ja. Ja. Oh, ik trouwens ook, want ik heb heel erg spierpijn. Snelle eiwitten, omdat ik heel erg spierpijn heb. Dit doe ik eigenlijk vooral als ik thuis werk, want dan zet ik deze gewoon als het heel warm is in de koelkast en zo niet dan gewoon op de keuken. En ja, dan weet ik gewoon dat ik die dag in ieder geval een liter gewoon water heb gedronken. Thee in plaats van koffie, omdat ik geen koffie meer drink. En Jola die krijgt ook altijd thee mee naar school, dus dan zet ik meteen voor ons de thee. En dan mijn ontbijt. Dit keer heb ik een overnight havermoutje gemaakt. Dat betekent dat je havermout en melk bij elkaar doet. En dan de volgende ochtend is het al helemaal klaar. Amandelmelk. 300 ml, 60 gram kaneel. Dit is trouwens Jennifer en dit is het blogje wat ik gisteren plaatste van haar. En dit is het receptje wat ik vanochtend dus heb gegeten. En die kun je dus ook even terugvinden op mijn blog. Ik zal de link even in de beschrijving hieronder. Dan het beeldscherm waar ik altijd een beetje naar zit te kijken. Final Cut Pro. Vandaag ga ik het filmpje bewerken van het paaldansen afgelopen zondag. Daar maakte ik een vlog over, dus daar ga ik nu verder mee. En daarna weer een hele hoop andere dingen. Tussen het editen door krijg ik altijd heel veel trek. Ik ben lekker op dreef, ik denk nog een uurtje of zo. En dan ga ik verder met mijn volgende dingen. Dus ik ga even een broodje eten. Want wat ik dan meestal doe, is het moet een beetje snel zijn. Dus dan bak ik even snel brood. Ik heb brood gekocht gisteren. Ik eet altijd volkoren brood. En dat neem ik vandaag met pindakaas van de pindakaaswinkel. Deze is met penkelrozijn. Die is echt super lekker. Ik vergat bijna te filmen dat ik nog even een paar appeltjes aan het wegwerken ben. Mijn middageten ga ik vandaag maken met avocado. Want waarom is avocado nou zo belangrijk? Nou, dat wist ik al dat het super gezond is. Omdat er hele goede vetten in zitten. Dus ik at het al best wel vaak. Ik doe het ook wel eens in shakes, in smoothies. Omdat ik het niet zo heel erg lekker vind. Ik vind het wel te eten. Maar niet als het de overhand krijgt. Dus als ik het echt te veel avocado proef. Dan vind ik het niet echt lekker meer. Dus vandaar dat ik het altijd of in een salade eet. Of in een, ja, of in een smoothie. Of zoals nu. Ga ik het op een broodje met kipfilet doen. Met een beetje peper eroverheen. Dat is echt heerlijk. En waarom wil ik nou vandaag extra graag avocado's eten? Nou, ik was dus vorige week bij Knap. En bij Knap doen ze allerlei behandelingen voor je gezicht. Onder andere peelings, lasers, dat soort dingen. En een vriendin van mij die ging daar een gezichtsanalyse laten maken. Om te kijken naar de beschadigingen in haar gezicht. Daaruit bleek dat ze nogal wat vochttekort in haar huid had. Dus gingen we natuurlijk vragen, hoe kunnen we dan dat vocht weer goed op balans krijgen in haar gezicht? Ja, dan zie je, ik heb even vocht gemiddeld gemeten, dus 28. Je huid zit wel rond vrij vochtarm. Oh no! Cremes die iets in de huid kunnen zakken en die het vocht kunnen vasthouden. Dat is bijvoorbeeld hyaluronzuur. Hyaluronzuur, ja, is tegenwoordig een heel bekend ingrediënt. Ja. Dat heeft eigenlijk het vermogen om 1000 keer zijn eigen gewicht aan vocht vast te houden. Dat is het enige wat wel echt werkt op vocht als ingrediënt. Ja. Allemaal, dat is dus allemaal eigenlijk vochttekort. Die strepen. Hij want food. Nou, avocado, doe je werk. Met pet op, want ik moet me beschermen voor de zon. Nou, dat werkt dus niet door te gaan smeren met crèmetjes. Ook niet met vocht inbrengende crèmetjes, want er is geen één crème die vocht kan inbrengen vanuit de buitenkant. Dus, hoe moet je dit gaan aanpakken? Nou, vanuit de binnenkant. En wat is dan één van de allerbelangrijkste en beste dingen om te eten? Avocado's, vette vis
En ja, omega 3 bijnemen. Hier dit keer echt mega lekkere receptjes zien staan. Deze bijvoorbeeld, ook met avocado en zoete aardappel. Dus allemaal echt top dingen. Het heet een Mexicaanse salade met overgeroosterde zoete aardappel. Dat is dus ook meteen de reden dat ik hem nu niet ga maken. Omdat het in de oven moet, een half uurtje. En ik moet echt over een half uurtje al de deur uit. Dus dit gaat nu even niet lukken. Maar ja, die komt wel even op de stapel met dingen nog te doen. En dan twijfel ik nog wat ik vanavond ga maken. Want ik heb dus ook alles gekocht voor deze. Die ziet er super lekker uit. Ook met zoete aardappel. Echt lekker om even naar buiten te gaan. Ik ben blij dat ik niet de hele dag ben doorgegaan met editen. Want wauw, wat is het lekker weer. Het is gewoon echt zo zonde om binnen te blijven. Al is het alleen maar gewoon dat je even voelt dat de zon er is. Ik heb nu alweer trek. Half vier. En wie heeft nog een start? 1 hour later. 5:30 Jolo ophalen. Dus ik ga haasten en ik eet even snel deze banaan om de eerste trek alvast te stillen. Oké, joh, gaan we. Bart heeft mokken en pennen besteld voor zijn bedrijf. Dat is waarschijnlijk wel. Hondie. Nee. Oké, Jola ligt in bed. En nu ga ik even lekker een theetje maken. En dan met mijn theetje mijn video van morgen afmaken. Want die heb ik vanmiddag nog steeds niet afgeedit. Dus die ga ik nu even afediten. En dan inplannen, zodat die morgenochtend gepubliceerd wordt op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we weer verder met de volgende video's. Vanavond, Bart is nu lekker aan het trainen en vanavond ga ik niet. Want ik heb nog steeds zo'n spierpijn dat ik lekker even een rustdag heb vandaag. Dat moet ook, want anders kunnen je spieren helemaal niet herstellen of groeien zelfs. Dus vandaag lekker even een rustdag met sporten en dat is wel heel erg fijn. Daar ga ik wel echt van genieten. Als ik straks klaar ben met mijn filmpje, dan ga ik lekker vroeg mijn bed in. Lekker even een serietje op of zo. Even met Bart kletsen en even niks. Yes. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zou het super leuk vinden als je je zou willen abonneren op mijn YouTube kanaal. Of een duimpje of een reactie. Natuurlijk ook super leuk. Doei doei!